in plaats van die woestijn en in plaats van al dat stof. Kijk hier, joh. Zo, goedemorgen. Hey mensen, top dat jullie weer kijken. We zijn hier alweer druk bezig met de voorbereidingen. Kijk hier. Frank. Hey. Wat zijn ze aan het doen? Nou, we zijn eigenlijk de ingaande demping een klein beetje losser aan het zetten. Want ik denk zelf dat we ook wat bandenproblemen hebben, dat we te stuk rijden. Dus dan hebben we eigenlijk wel een hele goede weg mee. Alleen met die keienpaden, dan rammelt die heel erg hard. En ik denk dat de banden daar eigenlijk extra belast mee worden. Dus nu zijn we de ingaande demming iets losser aan het zetten. En dat gaan we vandaag proberen. Oké. Okay. Doe je achter ook of alleen voor? Nee, alleen voor. En voor pakt hij natuurlijk de hardste klap omdat hij het eerst daar op de hindernis rijdt, zeg maar. Ja. Dus dat gaan we even proberen. Ja, dan moeten we toch in de rally testen en dan kunnen we eventueel in bij de broodjesstop kunnen we hem weer terug kunnen zetten. Het was vandaag ook nog duinen, toch? Ja. Maar voor de duinen hebben we het niet echt nodig. Dat is meer echt voor die stenen en zo, die hobbels. Voor die snelle stenenpaden, ja. En dat gaat zo ontzettend tekeer. Dus gisteren hebben we echt op 7 gereden doen. Maar ja, zo harder gaan rijden, dan gaan de banden eraan. Ja, dat kost ook tijd. Ja, dat hebben we al meegemaakt. Dus nou gaan we kijken of dit misschien scheelt. Dus ja, want hoeveel tijd kost het bandwisselen? Dat was het. Ja, daar zijn we een kwartier ongeveer mee kwijt voordat we erin en eruit en banden. Plus alle tijd die je natuurlijk die je weer verliest tot even nieuwe. Ja, dan moeten we weer al die mensen die je eigenlijk dan al ingehaald hebt, die moet je dan weer opnieuw beginnen in te halen. Ja, want die komen allemaal weer bij. En dat is natuurlijk wel heel erg frustrerend. Ja, zeker. Ja. Nou, laten we het hopen dan. Hoeveel banden zijn er al gesneuveld eigenlijk? Ja, al veel volgens mij. Ja, best wel een aantal. We hebben nog een aantal op de kaart liggen, maar we hebben nog 5 nieuwe. En er liggen er nou voor 2 nieuwe op en achter 2 die hebben we nou een dag mee gereden. Dus dan gaan we toch vandaag weer een beetje proberen gas te geven dat we een beetje omhoog kunnen komen. We proberen vandaag toch wel weer wat plaatsen goed te maken. We hebben gisteren overigens ook gedaan, dan zijn we toch 4 plaatsen opgeschoven. Maar, nou, eigenlijk niet helemaal naar tevredenheid, nog niet. Nou mooi, laten we hopen dan dat het vandaag met deze schokreeks beter gaat dan. Ja, dat hopen we. Hopen met deze afstellingen. Zo is het toch een beetje zoeken natuurlijk. Ja, absoluut. En nog 5 banden en een 3 keer rijden, toch? Ja. Dus we moeten toch een beetje zuinig beginnen te doen, hè? Ja, precies. Ja, dus je mag geen 2 banden per dag, want dan komen we een band te kort. Nee, ja, maar we hebben nog wel een aantal banden op de kar liggen die... die eigenlijk niet goed genoeg zijn om mee te vertrekken, maar voor reserve kunnen we die nog wel meenemen. Dus, net als die band die we gisteren hebben gewisseld waar die kam afgescheurd was. Ja. Hey, die kunnen we nog wel als reservewiel meenemen. Ja, dan kunnen we iets minder snelheid maken, maar dan kun je toch thuis komen. Compressor is kapot. Die gaan wij vanmiddag even maken, de compressor. Ja. Dat zou fijn zijn inderdaad. We hadden echt een compressor nodig gehad hier in die stofhoop. Ja, dat is die bus is één groot stofnest van binnen. Ja, als het maar terugkomt. Ja, maar ik hoop dat we toch niet... En hij heeft 4 banden kapot. Ja. Ik hoop ook maar niet dat we hier terugkomen. Nee, dan moet je loslaten. Dan moeten we veel blazen. Blij dat we vertrekken uit die stofhoop hier. Bah. Dit was helemaal niks, wel Dirk. Nee, ik hoop dat ze zeggen dat de volgende bivak echt heel erg goed is. Dat klopt, met een zwembad en alles. Ja, maar nou heb ik geen zwembroek bij, maar... Ik ook niet. Het idee is toch leuk. Het is wel luxe om te zeggen dat we een zwembad bij de hand hebben. Nee, ik ga er niet in. Kijk. Ah. Maar weet je wat ook fijn is? Ze hebben fatsoenlijke wc's daar. Wc's die echt goed zijn, zeggen ze. Dat is ook wel fijn, want dan heb jij niet de niet aangesloten wc-pijp affaire. Nee, dan heb ik daar geen last van. Maar daar had jij toch ook geen last van? Nee, ik denk dat iemand anders daar last van had toen hij de wc's op moest ruimen nou. Nee.
Daar moesten we eigenlijk ook nog eens mee meevliegen. Ik wil ook een helikopter. Ja, ik ook. Dat is leuk, hè? Ja, eerst die tank maken en... gaan we dan een helikopter? Zo, dan dat. Zo heen willen we ook wel. En een helikopter. Ja, ja, ja. En een straaljager. Vet! Klaar voor? Ja, we gaan wel beginnen, hè? Hey, succes. Wij gaan naar de start. We gaan even kijken of je bijgevlogen komen. Oké, we zullen zien. Ja, ik ben benieuwd of de stokbrekers staan hoe het beter zijn. Ja, dat zullen we dan nog niet merken, maar de rest van de dag denk ik wel. Dus ik hoop dat het goed gaat. Ja, en geen banden kapot draaien, hè? Proberen. Want de compressor is stuk. Ja, ja, niet onze compressor, hè? Want nee, nee, maar, nee, nee, ja. Nee, precies. Maar die kan je niet maken, of niet? Ja, dat gaan we wel proberen, toch? Dat gaat ons lukken. Ja, nee. Wij gaan ons best doen in ieder geval. Goed, jongens. Hey, succes. Yo. Oh, ik wilde net zeggen mooi, in plaats van die woestijn en in plaats van al dat stof. Kijk hier, joh. En een mooi muziek. Dit is echt van het ene naar het andere, hè? Nee. Kom echt uit een... Hier, pak hem maar helemaal dan. Van het ene uiterste naar het andere uiterste, hè? Zandstorm. Een soort van tornado, hè? We waren er maar net voor, gelukkig. Oh, dan zaten we hier weer in de zand. Verdamme, de zand achtervoort ons. Oh ja, dat zal het zijn. Ja, hier, een kastje met Frank en Marcel in zijn GPS. Oh jee. Het is erg, hè. We komen in een zandstorm. Ik denk dat ik vandaag niet die bus uitkom. Oei, oei, oei. Het lijkt wel mistig, maar dat is het niet. Ja, in de verte zitten dus nog gewoon bergen en je ziet ze gewoon nauwelijks even te kijken. Hoe hadden je met die tank toen tegemoet? Ja, hè, dan was hij gewoon gelijk. Dan was hij gelijk laat. Ja, zeker. Dat hadden we moeten doen. Dan zou je al meer mensen over in de tank die toen hadden moeten gaan. Ja, je ziet niet veel meer. Kijk, man. Dus dat is steeds erger. Daar heb je die man voor ons niet eens gezien, hoor. Ja, ja, je zo met een rally. Daar haalt de snelheid er wel uit. Je ziet gewoon niks dan, denk ik. Ja, ja. De eerste kleine duinen hebben we gezien. Nou, oké. Okay. Waar is de zee? De zee. Even zoeken. Die is opgedroogd. Hey, ik zie geen zee. Nee, ja. Lama, lama, lama. Ja, we hadden dat een mooie ruïne gezien daar. Ja, alleen... maar het was niet op tijd. Het was te ver weg. Het is meestal niet op tijd. Dat was het toch eentje, hè? Toch een ruïne op de film. Ik ben blij dat we er een hebben. Mooi. Ik ook. Cool. Het is woensdagmiddag, hè? Donderdag. Oh. Het is toch wel een cultuurshock voor ze. Een stuk door de bol, maar dan ben je wel meteen aan de weg, denk ik. Oh-oh. Zijn we verkeerd gereden? We zijn verdwaald! Kijk hier. Wij dachten dat we er al bijna waren, dat we duinen zagen en zo. We denken, dit komt goed.
Nou. We zijn terug bij af. Dit steentjes. Inderdaad, joh. Duinen. Duinen, daar zijn ze. Duinen. Ja, als ik het echt zie. Oh, ik heb nog nooit zo'n berg met zand bij elkaar gezien. Dat vind ik eigenlijk van dit hele land wel een beetje. Zo'n berg steken. Het is helemaal compleet. Duinen, dromedarissen, kastelen. Ik denk niet dat het nog woestijniger wordt als dit. Wat denk jij, Dirk? Ik mis de cactussen nog. Nee, die groeien niet meer. Oh, die horen je niet. Zijn er? Zijn er al een paar binnen zo te zien? Ja. We zijn er bij de bivak tussen de duinen. Moet je kijken, daar liggen duinen. Dirk, ja? Heb jij wel eens woestijnduinen gezien? Nee. Ik ook niet, daar liggen ze. Gaan we kijken? Ja, zeker gaan we kijken. Er zijn gewoon grote bij elkaar gewaaide bergen zand. Hè? En dat hier veel zand was, dat wisten we al. De eerste duinen, ah, kom, we gaan er overheen lopen. Dit zijn de echte. Staat hij? Laten we kijken of er werk aan is. Huh? Hoe ging het? Ja, het ging helemaal super. Ja, jullie zijn snel terug zijn, volgens mij, hè? Ja. Ondanks dat we twee banden kapot hebben gereden, links en rechts voor. We hebben morgen dan de vering afgesteld. Ja, was dat beter? Zo, een hele andere auto gekregen. Ja, we konden veel harder rijden. Nou, dat hebben we morgen ook gedaan, zeg maar. Ja. We hebben nog een keer door de rivierbedding, dan werd hij heel erg warm. Ja, de turbo 700 graden en de motor is een beetje warm geworden, maar
stonden bij de broodjes. En toen hebben we eigenlijk, kregen we al van die andere jongens, die hebben ook allemaal warm gelopen. De eindelijk stil ook kapot gemaakt. Oei. Ja. Dus Vic zong ze in, wat Vic had weet ik niet. Maar ja, ze hebben wel op de poten gehad vandaag, zeg maar. Oh. We hebben ook nog één puntje gehad dat we dat de vooruit zeg maar net zo horizontaal als de horizon zelf was, zeg maar. Nou, niet wel. Hij dook zo over naar je heen en dan plop, op zijn neus. Toen was het zo wat, wat doen we? En toen, Toch terugvallen. Ja. Ja, spannend man, die duinen. Ja. Ja, we hebben jullie voorbij zien komen, maar dat ziet er ruig uit. Jullie hadden bijna mee kunnen helpen, zo dicht stonden we bij. Echt? Ja, echt waar. Nou. Dan ziet hij twee beelden verder, dan stond een band wisselen. En we hebben hoop, maar we roken al iets. Die band was 90 graden, weet je wel. Dus... Zonde, ja. Maar desalniettemin, wel keigoed gereden, toch? Wel goed gereden, goed gevoel ook. Lekker man. Helemaal super, navigering ging goed. Ja, twee banden. Oh, we hebben dit. Heb jij een duin aangereden? Die landweer heeft de duin geraakt, hè? Heeft de duin geraakt? Ja. Maar waar is het kapje? Licht hebben we ter beschikking gesteld voor de Marokkaanse wetenschap, zeg maar. Ah. Die zit ergens in een duin ingewaaid. Dus we hebben voor niks dat kapje teruggezet. Ja. Nou, ik ben blij dat hij eraf is. Dan hoeven we hem niet meer te fascineren ook. Vandaag hoef ik hem niet voor niks terug te zetten. In ieder geval. En zo is het veel ruiger. Kijk. Nee. Zo is het. En Dirk, hebben we gefilmd? We hebben GoPro beelden. Maar hij is afgebroken. Ai. Hij hoorde zo, maar hij is afgebroken. Kun je nagaan hoe het daar tekeer heeft gegaan, hè? Ik denk dat het vette beelden zijn, hoor. Dat hangt vanaf wanneer hij is afgebroken. Laten we gauw kijken. Ik hoop dat hij duin heeft. Ja, de vrachtwagen die staat te draaien zodat we toch perslucht hebben om banden op te pompen, dingen af te blazen. Maar ja, wij hadden gezegd dat we nog naar de compressor gingen kijken, dus laten we dat maar doen dan, hè. Daar staat hij. Dit is hem. De unit waar het fout gaat. Laat. Daar gaat het mis. Oké, kom, schroef hem open. Hebben we geen kleinere? Ja, de kans is natuurlijk groot dat de transformator nou kapot is, want die werd natuurlijk eigenlijk beveiligd met die zekering die is opgevoerd. Maar laten we even kijken of dit nu doet, hè. Dus zet even de stroom erop en dan kunnen we meten. Nou is hij aan. Even kijken. Dus, wisselstroom. Zo. Bovenste, die 400. Ja, we meten tussen de fases in, denk ik zo. Ja, dat werkt. Ja, 400 volt hebben we. Nee, die hebben we niet. Even gelijkstroom meten. Ja, dat heeft geen nut. Nee, je hebt geen gelijkstroom meten, hè? Mooi. Nee. Oké. Okay. Maar dat kunnen we oplossen, hè? De transformator is kapot. Dat kunnen we zeker oplossen, want we hebben hier gewoon ook wel 220. Dus. Ja, dat dingetje lijkt gewoon goed, hè? Ja, het lijkt wel dat hij het gewoon gaat doen.
Maar... Ja, alleen dat gaat niet meer, want de trafo is kapot, dus we hebben geen 220, maar... Tatadata. We hebben wel een stekker met een snoer. Zo is het maar net. Pak hem uit, ik vind dat lang duurt. Hey. Ik heb hem uitgepakt. Zo, dan pakken we de nul wel ergens anders vandaan. We hoeven eigenlijk alleen de nul te hebben. Ja, zo is het. Maar laten we maar alles doen. Hoeveel lager was die? Gelukkig! Nu kunnen we weer een toetje. Ja, gelukkig klopt niet. Gelukkig zijn die nog niet de handen gewassen. Zo, luister. Ja, dat moeten we wel even bij zeggen, hè? Ik moet even uitleggen wat hier aan de hand is. Ja. Zo, daar zijn we dan weer. We stonden dus in de rij voor het eten, maar er moest iemand terug om de boel te bewaken. Dus ik ben toegelopen, Dirk, twee borden meegenomen, alles mee, stek netjes meegenomen, komt een hier gelopen. Valt daar, zeg maar, daar bij de bivak al het bestek eraf. Had hij alleen nog één vork. Ja. Dus ik zei, Dirk, pak jij die vork maar. Ik schuif die biefstuk zo onder binnen. Juist. Hoppa, zo hoort dat, hè? Zo hoort dat, Milo. Lekker, man. Lekker. Bikkel. Vechtie is... Nee, jij moet beginnen. Nee, jij begint. Ik begin. Ik heb hier een stuk kristal gevonden, want er liggen hier overal trilobieten en kristallen en fossielen. Oké. Ik ben er niet meer. Nou? Hey, kijk dan. Ik kan toch wel eens gelijk hebben, denk ik. Ja, natuurlijk heb ik gelijk. Wat dacht je dan? Dat hoef je mij niet te vertellen, dat weet ik zelf ook wel. Dat is een kristal. Ja? Je kunt hem ook opeten. Zout. Is het een zoutkristal? Nee. Dat doe ik hem bij mijn verzameling. Ja, dat is een kristal hoor. Zo. Ik vind dat wij dadelijk wel een drankje verdiend hebben hoor. Compressor gemaakt. Ja, de vrachtwagen. Laten maken. We hebben er eigenlijk niks aan hoeven doen. Potverdikken, een degelijk machine hoor. Moet wel even gezegd worden, hè? Want daar bij Mas staan ze volle sjas te lassen en te slijpen. Vol bakwerk. Bij Mammoet, kijk daar. Die mannen zijn nog volle bak bezig om op snelheidsbak te wisselen. Het is al laat, zeg maar. Kijk hier. De degelijke DAF staat hier aan, jongen. We gaan er niet te vroeg juichen, hij moet nog een paar dagen mee. Maar ik ben in ieder geval onder de indruk van deze prestatie. Dus ik zou zeggen, vooral blijven kijken. En blijf kijken naar deze video. Tot de volgende. Hier die mooie paard, hè?